Gladon. Dan moet je er natuurlijk niet meteen weer één tegen krijgen. Zoals nu het geval is. Met Bruns. En dan is het 1-6. Ja, dan gooi je de hele tent weer open. Zij hebben een wereldavond. Zij hebben de moeite genomen om de reis van Almelo naar Leeuwarden te maken. Maar het ligt zo open. Nee, het is geen buitenspel. Kijk eens hoe vrij Bruns daar staat. Daar is toch sprake van wanorde in de verdediging. En dan komt daar de publiekswissel voor Tanane. De man dus van de eerste vier goals. Vorige week die prachtige vrije trap tegen NEC. En nu vier keer raken is hij inmiddels de topscorer van de Eredivisie. Welke zielenknijper heeft Heracles gebruikt om hem weer in het gareel te krijgen. Na dat moeizame seizoen toen hij vorig jaar uit de selectie werd gezet. Daar zijn ze nog eens. De 0-1. De 0-2 uit de penalty. De 0-3 naar de mispeer van Van der Laan. En dan misschien wel de mooiste. De 0-4 in de kruising. Oussama Tanane is de naam. En de knuffel van zijn coach is terecht. En ik ben heel erg benieuwd naar zijn verhaal.